Zo. Ja. Vier studenten van de NHL Hogeschool wouden aandacht vragen voor het feit dat Nederland steeds preutser wordt. En dus stonden ze 2 uur lang hier in de centrale hal van de school compleet topless. Voordat we het interview beginnen. Ja, nu jij eigenlijk, hè? Nou, is goed. Ik vind het helemaal prima. Gewoon door? Zeker. Door. Maar dan moet je dit eigenlijk een beetje afzeggen, anders krijgen we gelijk al gezeik met Facebook. Ja, sorry. Ik vind het trouwens een hele bijzondere interview setting zo. Deze heb ik nog nooit gedaan. Zo heb jij 2 uur lang gestaan hier in de hal van het hbo beneden. Dat heb ik inderdaad gedaan, ja. Waarom? Omdat het een theaterinterventie is. En wij wilden de stelling dat er anders wordt gekeken naar mannen- en vrouwenlichamen in deze maatschappij. Die stelling wilden we even bij de mensen laten doordringen. Want ik kan gewoon zo vrijelijk rondlopen in de hal staan. Ik kan zo op Facebook staan. Terwijl jij moet je borsten afdekken. Ja. Dan worden we geband. Ja, ik ben ook gisteren 24 uur lang persoonlijk geblokkeerd geweest van Facebook, omdat ze te veel inhoud moesten verwijderen. Te veel inhoud moesten verwijderen? Ja, te veel foto's, filmpjes, alles werd verwijderd. In de jaren 70 liep natuurlijk iedereen in zijn naken hier over straat. Dan zag je het alleen niet vanwege die bosse haar. Maar het was er wel. Toen mocht het wel gewoon. En we worden nu eigenlijk steeds preutser. Want topless zonnen kan niet meer. Douchen moet met je zwembroek aan, dat soort dingen. Dus ja, het gaat eigenlijk... De vrijheid gaat steeds meer weg. Ik heb natuurlijk dat filmpje gezien. Maar welke ben je nou dan op dat filmpje? Ja, die ene. Die ene met heel veel ribben als ze de armen omhoog doet. Laat eens zien dan. Nou, ongeveer zo. Ja, nou herken ik je weer.